Cambuur bij Leo Middelzee wordt mede mogelijk gemaakt door Brandsma, koffie, thee en apparatuur, Balans, onafhankelijke financiële dienstverlening, Energieinspectie Friesland, verduurzaamd vastgoed en Bier en Ballen voor ondernemers die met de factor fun zaken doen met elkaar. Trotse supporters van SC Cambuur. Sam Hendricks, 0-6, twee keer scoren, wat een avond. Ja, mooie avond denk ik. Ik denk dat we ons plan goed hebben uitgevoerd en heel effectief waren. En dan win je hier met 6-0. Ja, wat hebben jullie anders gedaan? Want zo vaak gebeurt het niet. Nee, klopt. Nou ja, ik denk dat wij heel compact hebben gespeeld met twee spitsen. En zo probeerden we in de omschakeling wat ruimte in de rug van hun centrale verdedigers bloot te leggen. En dat is denk ik goed gelukt. En ja, we waren ook wel vrij effectief. En zij maakten natuurlijk een paar fouten die we gelijk afstraften. En zo speelden we eigenlijk een vrij makkelijke wedstrijd vandaag. Ja, heb je wel eens eerder bij rust met 0-5 voorgestaan? Nou, misschien in de jeugd of zo, maar ik kan het me niet meer herinneren, moet ik eerlijk zeggen. Nee, want was het systeem? Het leek jou als spits, maar ook Nijs Roberto goed te liggen, dit systeem. Ik vind met twee spitsen vind ik een prettig systeem. Met één spits ook, dus dat maakt mij in principe niet uit. Maar ik denk dat we het vandaag goed hebben uitgevoerd en goed gebruik hebben gemaakt van de ruimte die ze lieten. En dat liep gewoon goed. Ja, wat is dat dan ook het verschil met afgelopen vrijdag? Dat je gewoon nu heel veel ruimte krijgt om dan in de omschakeling te voetballen? Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat hier wij... ons plan was gewoon om heel compact te staan en met twee spitsen in de omschakeling te slachten eigenlijk. Omdat we weten dat als jij jong Ajax meer ruimte geeft, dat ze gewoon heel goed kunnen voetballen en waarschijnlijk veel kansen kan gaan creëren. Dus we speelden wat compact en dat heeft uiteindelijk goed uitgepakt en we hebben het gewoon goed afgestraft. Ja, want naast 3 punten is het ook gewoon lekker voor de doelsaldo richting de play-offs. Maar als je in deze vorm naar de play-offs gaat, dan komt er nog een mooi toetje aan. Ah, dat zou mooi zijn. Nee, inderdaad, het staat allemaal dicht bij elkaar. Dus wie weet eindig je in punten gelijk. Dus ik denk dat doelsaldo van ons dat ook wel een boost kunnen gebruiken. En dat hebben we vandaag goed gedaan. Nou, en nu op naar vrijdag. Ja, zeker. Dat zal weer een lastig potje worden, maar we moeten er weer staan.